Nou, ik begin met het glaasje wijn. En dan wil ik het te hebben over de spanningen die erop kunnen treden de komende dagen bij bijeenkomsten. En of het nou familiebijeenkomsten zijn of vriendenbijeenkomsten. Je hebt altijd spanning als het over het vaccineren gaat. En in het begin, toen ik zelf net gevaccineerd was, toen ging ik ook in discussie met de antivaxxers. Dat vond ik wel interessant. Maar ik heb geleerd om dat niet meer te doen. En dat raad ik jullie ook aan om een hele andere benadering te hebben. Dus als je op een bijeenkomst bent, hè, dan ga je gezellig proosten zo. En dan zeg je tegen iemand waarvan je denkt dat het een antivaxxer is, dan zeg je eerst even een slokje ook hoor. Dan zeg je tegen zo iemand, ben jij eigenlijk gevaccineerd? Weet je wel, heel vrolijk zeg je dat. En dan krijg je misschien als antwoord, Nee, natuurlijk niet zeg. Want dat vaccin, dat is helemaal niet goed. Als je dat in je krijgt, dan word je hartstikke ziek juist. Of je gaat dood. Het is allemaal complotten. Ik geloof wel in complotten. Want anderen geloven niet in complotten. Maar ik geloof wel in complotten. Dus dit is. Nee, natuurlijk niet. Heb ik me niet gevaccineerd. Jij wel dan. En dan blijf je heel erg glimlachen. En dan zeg je, ja, ik wel. Ik vind het zo leuk. En ik heb ook al een booster gehad. Dus jij hebt ook helemaal geen booster gehad, hè? Nee, natuurlijk niet, Slet. Natuurlijk heb ik geen booster gehad. En dan zegt die Slet tegen jou, maar dan blijf je glimlachen. Oh ja, heerlijk om een Slet te zijn, hè? Het is verschrikkelijk. De hele wereld gaat dood van die vaccins. En je merkt dat je er helemaal geen zin in hebt. Want nou heb je die Omicron... variatie. En dan gaan de mensen daar weer aan dood. Dus dan ga je daar weer tegen vaccineren. En dan helpt dat ook allemaal niet. Nee, ik ben er verstandig in geweest. En dan ga je er niet op in. Dat is heel belangrijk ook, hoor. Dus je blijft glimlachen. En je denkt, god, wat een idioot is dat. Maar wat leuk dat er ook zulke idioten in de maatschappij zijn. En je denkt bij jezelf, als het vaccin er niet geweest was, dan waren er al honderdduizenden miljoenen doden geweest. Dus het vaccin helpt wel, dat weet je. Dat weet je natuurlijk, helpt het. En de booster helpt ook, dat weet je ook. Maar je gaat niet in discussie, je blijft heel vriendelijk. En je zegt dan ook tegen zo iemand om het een beetje af te ronden, want je wil er ook vanaf. Dan zeg je tegen zo iemand, goh, nou, wat fijn dat je een eigen mening hebt. Al is die nog zo afwijkend en nog zo weerzinwekkend, maar wel fijn dat je een eigen mening hebt. En je ziet er goed uit. Ja, dat komt omdat ik niet gevaccineerd ben. Nou, dan zie ik er nog steeds goed uit. En jij bent dan wel gevaccineerd, maar jij ziet er helemaal niet goed uit. En dan zeg je, nou, nog een prettige avond, hè? Je blijft glimlachen. Dag, en dan ga je naar de volgende persoon toe. En dan herhaalt het zich, dan ga je weer vragen. Zeg, ben jij eigenlijk gevaccineerd? Ben jij gevaccineerd? En dan krijg je misschien als antwoord, nee, natuurlijk niet. Of iemand zegt juist, ja, ik ben gevaccineerd. Nou, wat fijn, hè? En dan ga je gewoon door. Maar blijf vriendelijk, tuin er niet in. Ga niet een zinloze discussie met iemand waar het ook geen zin heeft om een discussie mee te houden. Dat zou ik als tip willen geven. En dan heb je toch hele fijne dagen. En het is wel leuk om af en toe het lont in het kruidvat te gooien ook, hoor. Dus als je iemand ziet waarvan je echt zeker weet dat hij zich niet gevaccineerd heeft, om dan toch te vragen, zeg, heb jij je al gevaccineerd? Ach, nou meneer. En dan weer vriendelijk lachen. Nou, daar drinken we op. Hè. Zo kom je er wel goed door. Nou, een fijne tijd. En ook alvast een gelukkig nieuwjaar. En gezond. En laat je me lekker vaccineren. Hoor. Proost.